Zo mensen, welkom terug bij een nieuwe video. We hebben nu een speciale auto binnenstaan van een goede maat van me. Deze auto zelf heeft hij inmiddels alweer 12 jaar in zijn bezit. En daar is hij al meer dan 10 jaar mee bezig om hem zo te bouwen zoals hij is. Het is een Mustang uit 1967, een Eleanor. Hij heeft de auto nu inmiddels op kenteken staan. Dus dat is al heel mooi, dan kan hij er ook mee gaan rijden. Maar hij staat inmiddels nu weer al best wel lang stil. Dus ja, we moeten even gaan controleren of alle remmerij nog in orde is. De banden zijn zo en zo knijterhard en uitgedroogd en er zit de vlakke kant aan. En de motor die loopt nog niet helemaal lekker. Dus die motor die moeten we uiteindelijk ook overnieuw af gaan stellen. En de banden die zitten er inmiddels ook alweer heel lang onder. Dus ik denk ook niet dat dat verstandig is om die eronder te gaan houden. Want hij heeft ook een vlakke kant eraan zitten. Ik zal even kijken, want volgens mij waren die banden inmiddels ook alweer 8 jaar oud. Dus ik heb hier de nieuwe banden, die heb ik staan. Dat zijn de nieuwe Michelin SP Sport. Dus dan heeft hij ook gelijk een goede grip. Maar met zoveel vermogen dan wil je uiteindelijk ook... de auto wel heel goed op de weg zien te houden. Voor ons is in ieder geval de bedoeling dat we de motor en de ophanging alles gaan controleren. Daarna gaan we nog wat lakpuntjes nalopen. We zullen hem helemaal gaan schuren en gaan polijsten. En vooral veel kleine dingetjes. En ik heb hier, ik zal niet de wereld laten zien, maar in ieder geval twee A4'tjes vol met puntjes en dingetjes die we na gaan lopen en gaan controleren. Dus die hebben we voor onszelf klaargemaakt om... in ieder geval alle punten en stappen te kunnen gaan doorlopen. Dus in ieder geval wat ik eerst wil gaan doen is met de motor aan de gang gaan. Zodat we die in ieder geval goed lopend hebben. En vanaf daar kunnen we verder door naar de versnellingsbak en de banden en de ophanging gaan controleren. En voordat deze video verder gaat wil ik even vragen of jullie nog willen abonneren op ons YouTube kanaal. Doe even een duimpje omhoog. Laat een reactie achter wat jullie ervan vinden en of wat jullie graag meer zouden willen zien. We hebben natuurlijk nog meer auto's staan en we kunnen wel alles laten zien. Maar misschien zijn specifieke dingen waarvoor jullie zeggen nou, dat lijkt me extra leuk om dat in de video's mee te brengen. Dus laat even weten achter in de reacties en dan gaan we nu beginnen aan de motor. Nou, dit is in ieder geval de motor. Het is een, moet ik even spieken, een 302 gestrookt naar een 347 met GT40 koppen erop. Alles is natuurlijk van performance wat erop zit, ook het inlaatspruitstukje. Het is als het goed is van Edelbrock. Ja. De ontsteking zullen we overnieuw af moeten gaan stellen. Het schijnt ook dat de inlaat ergens lek is. De bovenkant deksel die moet geanalyseerd worden om dezelfde stijl als het dekseltje van de remkrachtverdeler te behalen. Dus ik ga eerst even kijken waar de inlaat precies lek is en hoe die loopt en kijken of die erop reageert. En dan zullen we verder gaan met demonteren.
Oké, ik ga even snel wat vooruit, want ik heb dus intussen tijd met de post heb ik deze binnengekregen. Dat is de inlaatpakking die is binnengekomen. Zelf ook de oliefilter is trouwens ook binnengekomen. Dat is op zich ook wel mooi. Het inlaatspruisstuk heb ik hier liggen. Die ben ik eigenlijk alvast aan het schoonmaken. Dus je kan wel zien dat die... hier aan de binnenkant is hij wat zwart ten opzichte van die allemaal. Dus het lijkt alsof hij hier een paar keer een misfire op gehad heeft. Dat geldt ook een beetje voor deze. Nou, die kit die moet ik er nog vanaf halen. Er zit wat corrosie op. En dat is natuurlijk ook allemaal van het stilstaan uiteindelijk. En hier zitten wat aangevreten oxidatieplekjes op. En daar ben ik ook al een beetje aan het krabben geweest. Even kijken of ik hem scherp kan krijgen. Dit is min of meer gekomen. Ja, dat het koelwater hier toch een beetje op die plek is in gaan zitten vreten. Een beetje corrosieachtig. Dus het aluminium dat is een beetje afgetast, want het is eigenlijk een afgesloten kanaal op die cilinderkop. En het is een open waterkanaal, dit gedeelte. Ik zal zo die kit even eraf halen. Ik moet natuurlijk helemaal overnieuw weer gaan kitten. Nou, hier heb ik eigenlijk alles al even schoongemaakt en alles even goed uitgeblazen. Alle oude pakkingsresten even verwijderd. En alles mooi schoongemaakt. Dus dit is in feite al klaar om het inlaat en de pakkingen terug te gaan monteren. En gelijk even een andere klem geregeld. Want voor de brandstofslang zat achterop zat een te kleine klem. Dus heb ik hier een wat grotere klem voor. Dus ik ga in ieder geval deze nou schoonmaken en eigenlijk voorbereiden. Zodat die uiteindelijk terug gemonteerd kan gaan worden. Dit is in ieder geval de manifold gasket. Dat is van de inlaat. Nou, we hebben natuurlijk een linker en een rechterkant en een boven- en onderzijde. Dit is in ieder geval de bovenzijde en dit is de onderzijde. Ik lees net ook dat in ieder geval die onderste pakkingen er niet bij zitten, die aan de voorzijde zitten. En dan zeggen ze zelf ook dat je gebruik moet maken van een manifold end seal. Unless otherwise not an instruction. Make sure to using a thin film of RTF silicone around the water jacket opening on the gasket and the intake manifold signed only will help to ensure a proper seal around the water jacket opening. Dus dat geldt er eigenlijk ook wel voor dat we hier bij het gedeelte bij de waternek eigenlijk ook nog wel een extra kitje kunnen leggen en dat we hier natuurlijk ook kit kunnen leggen. Dus dan gaan we daarmee even nog beginnen en daarna kunnen we de boel eigenlijk weer terug gaan monteren. Dus als je ziet, het inlaatspruitstuk zit er weer op. Alle buisjes ook een klein beetje loktijd opgezet. Zodat ze hier van niet meer los kunnen lopen.
Ja, alles goed in de kit gezet. Waterslangen zitten er ook weer op. En het volgende wat ik ga monteren is de carburateur zelf. Hij ziet er voor de rest ziet hij er wel goed uit. Je kan wel zien, ik weet niet of je het op beeld kunt krijgen, dat hij aan de binnenzijde wel wat zwart is. Het kan te maken hebben dat hij wat slecht heeft gelopen met het backfire en zo. Ik zie wel, en dan moet ik even kijken of de camera even stil kan houden. De sproeiers, alles werkt in principe gewoon goed. Dat is wel het mooie. Hier kun je precies zien hoe het werkt. Dus nu zie je die achterste. Oké. Dus dat werkt, in principe werkt dat heel mooi en heel soepel ook nog. Alles ziet er voor de rest ook gangbaar en goed uit. Het kan wel een beetje grease gebruiken her en der. Dat hij een beetje schraal loopt. Want hier zit uiteindelijk zit hier ook weer busjes in. En als die droog lopen, dan slijden die, die pennen uit. En dan krijg je daar ook weer speling op. En dan gaat het uiteindelijk ook weer slechter van lopen. Of hij gaat valse lucht trekken. In ieder geval zou ik hem eens even omdraaien. Even kijken hoe de onderkant eruit ziet. Ik moet zeggen dat ik dit gedeelte wel wat veel zwarte aanslag erop zie. En een klein beetje vliegroest. Dus ik ga dat toch even voorzichtig willen we dit schoonmaken. Want we willen uiteindelijk niet dat er iets van terecht komt in de motor. Dus als je zag waar een paar roestplekjes op de randen waren erbij gekomen. Ik wil iets terug kunnen halen. Want je wil uiteindelijk geen rare plekken hebben aan de binnenkant van je carburateur. En voor de rest vind ik het eigenlijk nog wel meevallen. Het is een beetje oppervlakte roest. Dan kon ik een beetje door die schrale benzine. Het meeste is natuurlijk ook van wel even te weinig gebruik allemaal. Maar het is voor de rest is het helemaal niet nodig om die hele carburateur uit elkaar te halen. Het ziet er voor de rest allemaal netjes uit en het werkt in principe goed. Dus ik ga hem verder schoonmaken en dan kan hij uiteindelijk weer terug de auto in. En natuurlijk die oude benzine die eruit gekomen is. Ik denk dat er nog wel wat restbenzine in die voorkamer lag wat een beetje vies is. Gelukkig hebben we dat nu ook eruit kunnen halen. Zo, de carburateur die zit er uiteindelijk ook op. Ik heb nu het achterste gedeelte waar de brandstofleiding loopt en ook het klemmetje goed kunnen zetten. Ik hoop dat ik het een beetje op beeld krijg, want het is wel wat donker. Even kijken. En het klemmetje die zit nu ook goed. Eigenlijk, het is een ander klemmetje. Houdt die brandstofleiding mooi op zijn plek. Dus die carburateur die is nu ook klaar. Brandstofleidingen, alles zijn aangesloten. En de gaskabel zit er ook weer op. En het volgende is eigenlijk de ontsteking. Nou, deze heeft een kapot kabeltje. Hij is net niet helemaal doorgebrand. Althans, het is net de buitenkant die te warm is geworden. Dus ik zal deze even moeten gaan ontleden. Dus de buitenkant even eraf halen. Kijken of we hier een mooi hoesje overheen kunnen zetten. En deze kabelhoes vastzetten. Die zit er eigenlijk ook best wel los omheen. Dus dat gaan we ook nog even doen. Ik kan in principe gewoon met een simpel tapeje, maar ja, dit is net even balen.
Maar het is gelukkig nu alleen de buitenkant die eraf gesmolten is. Dus we kunnen gewoon nog prima repareren. Deze stekker zal ik even uit elkaar halen. Waarschijnlijk zit hier een borginkie. En dit een rubbertje eruit. En dan kan ik hem eraf halen. Kan ik even kijken of ik een krimpkousje eroverheen kan schuiven. Dan zal ik de binnenkant daarna ook nog gaan demonteren. Want volgens mij, als ik hier goed tussendoor kijk, zie ik ook wat roest en wat slijpsel in zitten. Dus die gaan we ook nog even schoonmaken. Maar ik ga eerst even beginnen met het kabeltje en daarna volgt de rest. Dus zoals je ziet, uiteindelijk een tapeje hier en een tapeje daar eromheen gedaan, zodat de bedrading ook niet tussenuit kan vallen. En deze hebben we een krimpkousje weer omheen gedaan, dat hij weer mooi dicht is. Dus de bedoeling is dat we de stekker weer in elkaar gaan zetten. En daarna gaan we de bovenkant demonteren, om te kijken hoe die hier aan de binnenkant eruit ziet. Zo, ik heb uiteindelijk nog even met de klant overlegd en wat de bedoeling is dat we de achteras mogen gaan controleren. Ik heb namelijk zelf het idee dat er te veel speling op zit. Zal ik zo meteen nog even met mijn collega gaan vragen, want die doet ook de meeste differentials. Ik vind dat er een aardige ruimte op zit. Het kan eigenlijk, moet het veel strakker kunnen. In ieder geval moet ook het uitlaat moet eronder vandaan. En de versnellingsbak die mag eronder vandaan. Dan kunnen we die koppelingen gaan controleren. En er zitten nog wat lekkages erop. In ieder geval om het uitlaatsysteem te gaan demonteren, zouden we die versteviging eronder vandaan moeten gaan halen. Die de carrosserie eigenlijk in totaliteit wat stijver maakt. Nou, hier zitten er wat bouten voor. Voor het uitlaatsysteem zitten er ook wat klemmen op. In ieder geval het volgende is dus dat ik nu de onderkant ga demonteren en de uitlaat etc. eronder vandaan. En vanaf daar ga ik jullie weer verder laten zien.
versnellingsbak hebben eronder vandaan. Nou, ziet er voor de rest ziet er eigenlijk allemaal keurig uit. Verwacht er ook niet heel veel geks mee. Ik zou hem voor de zekerheid zakken even openmaken. Alleen de verf laat wel los, dus die gaan we nog wel even spuiten. Het volgende is dat ik de achteraf stonden vandaan ga halen, althans. Het volgende is wat ik de klok eruit ga halen. En van de banden moet er ook nieuwe ventiel in. Ik weet niet of ik het eerder al had laten zien, maar hier heb ik in ieder geval de banden klaar staan. Dat zijn de Michelin Pilot Sports. Op zich wel mooie banden. Mooi dik profiel erop. Heeft goede grip op de weg. Zeker voor die achterbanden ook. We hebben wel eens vaker banden gemonteerd, ook wel eens Goodyear en zo. Dat komt op zich ook wel goed. Of wat semi-slicks, maar dan. Ja, het is toch echt met als je een keer wat andere wegdekken hebt of je trekt een keer goed op, dan ben je toch bang dat je hem gaat verliezen. En ik moet zeggen, met deze Michelin banden, dat is eigenlijk, heb je daarmee nog het beste grip voor het meeste vermogen, zeg maar. Dus wat later weer een uitdaging om deze ook weer te gaan monteren. Het zijn best wel stugge bandjes, denk ik. Hier heb ik in ieder geval de olie staan. En nog even een octaanboostertje, want er zit al wat benzine in. Dat schijnt niet super oud te zijn, maar voor de zekerheid doe ik nog even een octaanbooster erbij. Zoals je al weet, kan na een tijdje als benzine lang staat, dan kan het wat wateriger worden, om het zo maar te zeggen. Dan trekt de octaangehalte trekt eruit. Dus in dit mooie spul om in ieder geval weer wat meer octaangehalte in de brandstof weer te krijgen. Dat is ideaal voor het afstellen van de motor.
Zo, welkom mensen weer terug. Zoals je zag hebben we de banden eronder gezet. We hebben de motor overnieuw afgesteld. En uiteindelijk ook uitgebreid proef meegereden, wat uiteindelijk dus helemaal top is verlopen. De kilometerteller hebben we ook nog aangesloten, dus die werkt nu uiteindelijk ook weer naar behoren. En uiteindelijk is het ook nog de bedoeling dat we hem later, in een later stadium, dat hij waarschijnlijk nog terugkomt om nog een keertje helemaal opgeschuurd te worden en daarna nog een keertje volledig gepleisterd te gaan worden. Maar zoals je er nu bij staat, is het natuurlijk al zo goed als perfect. Alle kleine dingetjes hebben we nog gedaan, zoals de kilometerteller aangesloten, het dashboardkastje gerepareerd, dynamo deed het niet, dus die hebben we ook nog gerepareerd. Veel kleine onderhoudsklusjes, maar we hebben er nu uitgebreid mee kunnen rijden. Nou, dus in principe dus geen totaal restauratie of wat dan ook, maar in principe wat technische dingetjes, wat kleine mankementen die we eruit halen uit zo'n auto, is op zich ook wel leuk om te zien. Zou je dus nog meer van dit soort video's willen zien, zou ik zeggen abonneren op ons YouTube kanaal. Zet de notificatie aan bij het belletje, dan krijg je ook een melding wanneer de nieuwe video's online komen. Dus in ieder geval hartstikke bedankt weer voor het kijken. Check ook even onze andere socials zoals Instagram en Facebook, die zet ik hier in de link hier beneden. En dan zie ik jullie weer terug bij een volgende video.